Hallo allemaal en groeten vanuit Sint-Petersburg. Ik richt me tot jullie in het Nederlands vandaag, omdat ik een waarschuwing heb voor de Nederlanders. Met name de Nederlanders geïnteresseerd in cryptocurrency. Op maandag 21 november 2022 ben ik een dag naar Moskou geweest om daar een reclame op te nemen voor een crypto-wallet. Althans, dat dacht ik. Gedurende de dag kreeg ik steeds meer het vermoeden dat er wat dingetjes niet klopten. Ik wil daarom eerst beginnen met te zeggen dat ik geen idee heb welk bedrijf er achter die reclame zit, welke personen er bij dat bedrijf horen of waar het bedrijf gevestigd is. Gedurende de dag werd de reclame opgenomen in meerdere talen. Tegelijkertijd met mij liep er ook een Duitse jongeman mee voor de Duitse versie. In de Nederlandse versie speelde ik de hoofdrol en met mij speelde een Rus die Nederlands gestudeerd had aan de Universiteit van Moskou. En hij speelde een beveiligingsmedewerker. Wel, in Nederland alle beveiligingsmedewerkers zijn herkenbaar aan het veetje. Dat ontbrak bij hem. Daarnaast speelde ik gedurende de dag een rijke jonge man die ontzettend veel geld verdiend had met cryptocurrency. Het geweldig vond om cadeautjes weg te geven, geld weg te geven. En die een leuke jonge vriendin had. Maar heel de dag heb ik mijn trouwring omgehad. En op alle foto's en video's is duidelijk te zien dat ik die trouwring aan had. Zou jij iemand vertrouwen die getrouwd is en die loopt op te scheppen in een reclame met een vriendin? Ik niet. Er waren meer dingen tijdens die dag die niet klopten. De scripts kreeg ik 2 minuten van tevoren te zien. De scripts waren vertaald naar het Nederlands met waarschijnlijk Google Translate. En als Google Translate ergens slecht in is, dan is het met vertalingen naar het Nederlands. Hierdoor komen de filmpjes fake en gekunsteld over. Onhandig, klunzig. Kwam niet altijd uit mijn woorden. Kan gebeuren. Daarnaast, in de filmpjes wordt gesuggereerd dat het bedrijf een licentie heeft. Ik kan me niet voorstellen, aan de hand van alle opnames die ik gedaan heb, dat dit bedrijf voldoet aan de Nederlandse wetgeving voor handel in cryptocurrency op de Nederlandse markt. Laat staan dat ze een vergunning hebben van de Nederlandse bank of de autoriteit financiële markten. Ik weet niet wie daar verantwoordelijk voor is in Nederland. Maar controleer het. Daarnaast wordt er in de filmpjes gesproken over een wettelijk vastgestelde commissie van 15% over de winst. Ik geloof niet dat in een land als Nederland, met een vrije marktwerking, dat er een wettelijke commissie is van 15%. Dan is de hele vrije marktwerking weg, omdat er dan geen concurrentie meer mogelijk is. Daarnaast, als je nu nog niet gealarmeerd bent, dan moet het volgende dat wel doen. In één of in enkele van de audio-opnames wordt gesuggereerd dat je eerst nog een betaling moet doen voordat het bedrijf over kan gaan tot uitbetaling. Hey, wat? Een betaling doen om geld te krijgen? Waarom wordt dat niet gewoon gelijk verrekend? En misschien wel het belangrijkste van allemaal: als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook wel. Mocht je nou op YouTube, want ik denk dat het daarvoor gemaakt is, of op een website reclamefilmpjes zien voor cryptocurrency, crypto wallet, met mij daarin aan de hoofdrol, wees dan gewaarschuwd. Wees alert. Controleer het 3 keer. Niet alleen bij het bedrijf, maar ook bij de Nederlandse bank of de autoriteit financiële markten.
Ik denk dat iedereen nu wel genoeg op de hoogte is. En ik heb dit opgenomen om duidelijk aan te geven dat ik niet tot het bedrijf hoor. Dat ik geen banden heb met het bedrijf. En dat het voor mij gewoon een acteerjob van één dag was in Moskou.